Een weekend in de frisse lucht. Wat kan er beter zijn? Laat papa en mama ontspannen. En de kinderen zullen plezier hebben. Je kunt je beter verstoppen, Jessica. Je kunt me niet vangen, Betty. Waarom is het zo luidruchtig? Het is irritant. Stop, meisjes. Ik praat tegen je. Stop. Poging mislukt. Maar papa laat jullie ook niet rotzooien. Doe iets nuttigs, meisjes. Dat is beter. Papa is moe en heeft rust nodig. Het zicht is helder. Volg mij, Jessica. Papa zei dat we ons nuttig moesten maken. Rustig. We bouwen een geheime hut op het grasveld. En we beginnen met het frame. We zagen de muur en het dak. Dit is een serieuze zaak. Wees stil, Jessica. Je maakt papa wakker. Ik kom er zo aan. Droomzacht, pap. Nu is er niemand om de bouwplaats te verstoren. En alle details zijn op hun plaats. Het enige wat nog moet gebeuren is het in elkaar zetten van de houtconstructie. Het huis moet stevig zijn. Dus spaar de zelftapende schroeven niet. Waar is ons dak, Betty? Neem je tijd. Laten we eerst de muren verven. Wow. Hier komt de verf. Laten we aan de slag gaan. Roze en wit is de beste combinatie. Het huisje in de tuin zal zo helder zijn. Jessica, kijk. Vind je het mooi? Natuurlijk! Het kleurverloop op de muur is top. Wow. Blijf wakker, zus. Wow. Dit is ons tapijt. Goed bedacht, Betty. De hut is nu zacht en gezellig. Goed gedaan, zus. Maar we hebben nu een dak nodig. Geen probleem. Je kunt alles vinden in papa's garage. Kom op, Betty. Laten we het naar boven brengen. Al gedaan. Een paar zelftoppende schroeven en het is klaar. Wow. Ik heb een verrassing, Jessica. Je bent zo slim, Betty. De deur is alles wat we nodig hebben. Laten we hem op de scharnieren zetten. Het werkt! Hoe zit het met een zolderluik? We kunnen niet zonder. Jessica tekent de omtrek. En Betty verwijdert al het extra. Teamwork! Laat het raam open en dicht. Scotchtape valt nooit. Voilà, het werkt. Nu zal de combine altijd cool zijn. Maar laat de hut onzichtbaar zijn. We hebben een kunstgrasveld nodig. Snijd het op maat. En bedek het dak. Het kan niet eenvoudiger. En we moeten de muren ook maskeren. Dat is een lastige. Maar Jessica en Betty zijn niet bang voor moeilijkheden. En als laatste moeten we de deuren maskeren. Het is gelukt. Maar je kunt nooit te veel camouflage hebben. Planten zullen helpen de loge te verbergen. Bevestig ze met de meubelnietmachine. Supermooi. En super geheim. Kom binnen, Jessica. Goed gedaan, Betty. Nu kunnen we beginnen met het ontwerpen van het interieur. Waar beginnen we? Jessica, dit is onze toekomstige bank. Ik heb zelfs schuimrubber. Maar Jessica heeft betere dingen te doen. Ze maakt vlaggen van gekleurd papier. Laten we driehoekige blanco's uitknippen. Maak gaten met een perforator. En ruig ze dan aan een braadje. De felle lichten zijn klaar. Betty's werk is ook in volle gang. De bank komt daar te staan. Laten we hem nu bekleden met schuim. Maar het is nog te vroeg om te relaxen. De bank moet mooi gestoffeerd worden. Betty gaat dat nu doen. Jessica zal ondertussen haar vlag ophangen. Precies onder het plafond. De bank is zo goed als nieuw. Maar we kunnen hem nog beter maken. Laat dat geometrische decor doen. Knip stroken stof. En plak ze op een bank. Zelfs een kind kan het doen. Wat voor soort patroon zou je maken? Betty, kijk eens wat ik heb. Deze posters horen aan de muur. En we zetten de lekkerste in het midden. Het is dus gelukt. Het wordt hier warm. Niet? We maken het wel, Betty. Doe je ogen dicht. Tadaa, verrassing. Wow. Oh ja, dat is zoveel beter. Ik dacht ook aan iets, Jessica. Een mini koelkast zal je redden van de hitte. Het is makkelijk te maken uit een koffer. Ik vraag me af of mama boos zou worden. Installeer kartonnen planken. En hier komt het leuke gedeelte. Laten we de muren inplakken met folie.
Bevestig het met aluminiumtape. De thermoskoffer is bijna klaar. En nu is het tijd om de koelkast te vullen. We stoppen gekoelde lekkernijen en frisdrank in de koffer. Ik kom, Jessica. Je zult wel honger hebben. Wow. Help even. Je kunt zelf ijs in de koelkast bewaren. Heerlijk. We zijn de deuren helemaal vergeten, Betty. Die moeten ook versierd worden. Verven helpt in elke situatie. Jessica staat op het punt om te laten zien wat ze kan. Alleen is ze niet erg goed te tekenen. Dat lijkt helemaal niet op een zon. En Betty besloot om een gordijn te maken. Het raam zou dan helemaal veranderen. Wacht, hoe ga je met het draad om? Ik denk dat je het eerst in de naald moet steken. Gecompliceerde wetenschap. Alle plannen zijn mislukt. Wat moeten we doen? Van rol wisselen natuurlijk. Jessica kan naaien. En Betty is goed in tekenen. Nu gaat het allemaal goed komen. Het gordijn is zo makkelijk. Buig de randen en zoom ze netjes. En Betty is aan het creëren. Ze is een geboren artieste. Welkom in de geheime hut. Wie wil op bezoek komen? Lichter, lichter. Het gordijn is ook klaar. We hoeven het alleen nog maar op te hangen. Steek de draad erin. Maak het vast aan de muur. En het is klaar. Waar ben je, Betty? Wow. Ik ben klaar, zus. Oeps, mama komt eraan. Laat ons verstoppen, Jessica. Wat doet zij hier? En mama heeft dingen te doen. Ze moet de planten water geven. Er was hier eerder geen groot gazon. Maar het kan ook wel een beetje water gebruiken. En die mooie wijnranken ook. Hoe lang moeten we nog wachten? Mam houdt van haar tuin. En ze wil zich zo niet maar settelen. Jee, de geheime hut blijft geheim. Jessica heeft een favoriete fotocollectie. Wow. Kijk, zus, dat zijn wij. De beste ideeën komen altijd onverwacht. Hulk. Jessica, we gaan een droomervanger maken. Wow. Het klinkt zo mysterieus. Pin touwtjes aan een oud fietswiel. Hoe meer, hoe beter. En dan hangen we het wiel aan het plafond. We zullen foto's aan de touwtjes vastmaken. Dat ziet er geweldig uit. Laten we nu de vanger versieren met felgekleurde veren. Een stijlvolle decoratie voor een stijlvol huis. Wow. Deze val zal de meeste kleurrijke dromen vangen. Wow. Trouwens, ik ben slaperig. Wakker worden, Betty. Tijd om op te staan. Oh, mijn hemel. Wat is met je haar gebeurd? Wat een puinhoop. Ik moet mijn haar meteen doen. Zus, dat betekent dat we een schoonheidshoekje moeten maken. Hier. Je hebt een piepschuimverpakkingsdoos van apparaten nodig. Maak het een beetje lichter. Daar kunnen we de stiften voor gebruiken. En jij, Jessica, breng je schatten mee. Begrepen, Betty? Ik ben er al. Wow, dat is veel. Alles past op deze plank. Er zal hier een spiegel zijn. En hier zijn de kammen. En veel ruimte voor elastiekjes. Laat je niet afleiden, Jessica. We hebben nog een plank te versieren. Bevestig de felgekleurde oorbellen aan de muur. Nu kunnen we schoonheid creëren. Wauw, mijn haar is eindelijk in orde. Oh, handcreme. Dat is lang geleden. Nou. Wat moet ik doen? Wat dacht je van een tv-show kijken? Maar het is zo ongemakkelijk. Ik heb een idee, Betty. Een tablethouder. Laten we het van een teddybeer maken. Het favoriete speeltje komt eindelijk van pas. Laten we de pootjes aan elkaar naaien. Ze zullen de tablet vasthouden. Nu gaan we de houder aan het plafond bevestigen. We gaan tapes gebruiken. Wauw, kijk eens hoe geweldig het is. Net als een bioscoop. Alleen beter. De bank is super comfortabel. Maar het zou wat kussens kunnen gebruiken. Ik kom er zo aan, Betty. Waarom hebben mijn ouders zoveel kussens nodig? Ze kunnen er een paar delen. Bang dit, zus. Nu is er volledig comfort. Papa heeft eindelijk een goede nachtrust. Wat is dat? De meisjes doen weer moeilijk. Waar is iedereen? Ik moet de situatie controleren. Alarm, Jessica. Er komt iemand aan. Oké, laten we eens kijken. Het is duidelijk.
Het is papa. Laat ons verstoppen. En stil blijven. Oh, heeft Nicky een andere plant gekregen? Het ziet er vreemd uit. Het moet een beetje gesnoeid worden. Ik vraag me af hoe lang dat gaat duren. Geen paniek. Hij zal snel weg zijn. En terwijl papa werkt, zit de dochters rusten. Alles is eerlijk. Maar het beste deel komt 's avonds. Kijk, de sterrenhemel, Jessica. Laten we naar sterrenbeelden kijken. Je kunt de hele hemel zien vanuit het geheime huis. Je kunt eeuwig bewonderen. En de bank zal nog comfortabeler zijn. Betty, pak de snacks!